Uitstralend vanaf de Stadhuistoren. Dit is Omroep Rijswijk Radio. Goedenavond, welkom bij Omroep Rijswijk. Vanavond vieren wij het 25 jaar bestaan van Omroep Rijswijk. En wij in dit programma zijn dan Arjan Broekhuizen en ik ben Koen Svinken. Het programma heet Oud en Nieuw. Ik moest even spieken. De eerste uur begonnen met Billy Ocean. Ja, goed, en toen is dat we gewoon tussen 17 en 25 hele leuke plaat gaan draaien. Die betrekking hebben we de periode Omroep Rijswijk 1986 tot met 2011. En proberen een verhaaltje hiervoor ook een beetje informatie over artiesten te geven. En natuurlijk ook wat nieuwsfeitjes. Dus ja, we begonnen dus met Billy Ocean. Ja, we heel veel over die man vertellen. Dat gaan we niet doen anders dan. Hè. Je vond Billy Ocean, kunnen het pseudoniem van Leslie Charles en is geboren 21 januari 1950. Brits zanger, die in de jaren 70, 80 en de grote internationale hits scoorde natuurlijk When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. Grote oude nummer 1 hit. En volgens mij was het ook nog uit een speelfilm volgens mij. Ja. Of Jewel of the Nile of Romance in the Stone. Maar goed, misschien zijn ook wel mensen vast in zelf iemand ook gewoon kunnen voorzien van informatie. Goed, in ieder geval dus tussen 7 en 10 gaan we dus een aantal plaatsen draaien om dat gevoel van 25 jaar op Rijswijk te krijgen. Samen met de mensen in de zaal, dus laat ze van je horen. Oh! Maar goed, we moeten dus die plaat in ieder geval kunnen draaien. Nou, wat weetjes bij vertellen. En, ik denk dat we gewoon een opstap gaan maken naar het volgende jaar. Ja, we hebben uit ieder jaar hebben een grote hit gezocht. Inderdaad, waar het een en ander bij. Goedenavond allemaal. Heel erg hartelijk welkom op een hele bijzondere bijeenkomst. Vandaag vieren we de aftrap van het aftellen naar het 25-jarig jubileum van Omroep Rijswijk. En daarvoor zijn heel veel mensen uit het Rijswijkse hier naartoe gekomen om dat samen met ons te vieren. De afgelopen 25 jaar is er heel veel gebeurd met de omroep. We begonnen klein, we werden groter, we zijn een tijdje weer wat kleiner geweest en nu zijn we weer groter aan het worden. We staan midden in de Rijswijkse samenleving, hebben connecties met bijna alle Rijswijkse organisaties die er zijn. Die zijn bij ons altijd van harte welkom om datgene te vertellen wat ze aan nieuws hebben en wat ze willen vertellen aan de mensen van Rijswijk, om ze uit te nodigen om hun bijeenkomsten bij te wonen. En wij bieden ze daarvoor het podium. En we zijn heel erg blij dat ook door de gemeente dat wordt gezien. Ik wil, voordat ik de twee wethouders het woord geef, toch ook nog een bijzonder woord van welkom richten tot Jan Bransen, die nog eerder aan de wieg heeft gestaan van deze omroep en daar ook heel veel jaren gepresenteerd heeft. Niet alleen radio, maar ook televisie. Want in het verleden hadden wij elke 14 dagen een televisieuitzending. Nu is dat helaas niet meer zo, maar toen was dat wel zo. En toen heb je heel wat politieke raadsleden heb je geïnterviewd en heb je aan de tand gevoeld. En de omroep heeft dat allemaal uitgezonden. Het is een hele raar moment om hier zo te staan, zeker nu als wethouder hier. Het is eigenlijk begonnen, eigenlijk toch ook met Dick Jensen, dus ik wou Dick er gelijk bij halen. Dick, als je het goed vindt, 86 ontmoeten we elkaar ergens, hier in Rijswijk. En ik weet dat Jan Brans en Gert Verdam het idee hadden, en Dick zelf ook, om een lokale omroep te richten. Zijn we bij de geboorte gestaan en ja, Dick heeft het een kindje met mij een beetje samen groot gemaakt tot Dick. Ja, nou ja, ik hoorde net zeggen, aan de wieg gestaan van, en Jan Brans was er nog veel eerder bij, dus je zou eigenlijk kunnen vragen, Jan, ben jij soms donor geweest om te komen tot de verwekking van dat kind wat later in die wieg kwam, waar wij weer aan hebben gestaan. Ik kom naar Jan, ik kom naar je toe, we gaan het gewoon weer ouderwets doen, we gaan gewoon, ik weet niet of het allemaal mag hoor, ik ga gewoon het programma maken. Ja, laten we gewoon een beetje vrolijk. Jan, hoe is het gedaan precies? Nou, Dick en destijds zijn collega raadslid
Fischer, die hebben het idee bedacht. Maar die zeiden, dat moeten wij niet uitvoeren als politici. Dus hebben om mij toen gevraagd om een organisatie op te zetten. En dat hebben we gedaan met veel vrijwilligers. En het is goed gelopen, kennelijk. Ja, 25 jaar. Ik ga even naar Gersendam. Ja, want in een heel groot stadium haalde Jan er natuurlijk gelijk hulptroepen bij. Maar ook mensen zeg maar, met kennis en de nodige know-how van het omroepgebeuren, met name tv. Dus Gert, een groot voorstander van. Gert, kort, kan je daarop reageren? Ja, we zijn met niets begonnen. Ik wil niet zeggen dat ik ook met niets eindigen, maar helaas... Het blijft een feestje, hè? Helaas zijn er een aantal dingen die jammer genoeg nu niet meer kunnen. We hebben het dan meestal over geld. Maar ik wil toch nog wel een keer een lans spreken voor al die vrijwilligers die het zonder geld hebben gedaan. Precies. Want de omroep die kon niet bestaan zonder mensen die iets deden. En gelukkig, en ik kan er tientallen opnoemen die heel veel hebben gedaan. Mensen die overigens later ook nog als beroep het vak in zijn gegaan. Ik ben daar zeer trots op, want die kwamen toch uit mijn stal, zeg ik dan maar even tussen haakjes. En ik hoop ze vandaag en zaterdag nog even te ontmoeten. En ik hoop dat jullie al die mensen nog eens een keer kunt herinneren en ook kunt luisteren naar wat ze misschien nu te zeggen hebben. Niet over de omroep, maar samen met de omroep. Wij moeten een taart aansnijden, geloof ik. Ja. Dat is de bedoeling, want iedereen staat bezig hongerig te kijken naar deze taart. Alleen, het lijkt een oude taart. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is het echt niet hoor, hij is hartstikke vers. Hij is echt niet 25 jaar oud, al staat dat er wel op. Maar ik neem aan dat dat op de omroep slaat en zeker niet op de kwaliteit van de taart. En is die gesponsord? Ja. Nou, wat aardig voor meneer De Groot, zeg, dat hij dat heeft gedaan. Ja. Dat mogen wij niet zeggen, A te Groot. Want zo heb je ook nog andere bakkers hoor, maar je hebt Bosman, heb je ook nog wel. Je moet wel altijd twee of drie noemen, zo'n uitzending. Het zijn wel allemaal warme bakkers. Ja, hele warme bakkers zijn dat, maar A te Groot is een hele aardige meneer. Zullen wij, René, en dan moeten we misschien even aan het bestuur ook vragen. Wij zouden graag een stukje af willen snijden voor die twee mensen van het eerste uur. Jan Lansen en Gert van Dam. Ja, dat lijkt mij wel op zijn plek. Heer, wilt u een groot en een klein stukje? Wil je het grote mensen of het kleine mensen? Nou ja, zullen we naar elkaar toesnijden? Of van elkaar afsnijden? Zo het mes erin zit. Jij hier, ik hier. Dan maken we nou, grijpt u gelijk ook met mij gegaan, hè, wel weer. Ja, kijk, iemand moet de leiding nemen. Ja, daar gaan we. Nee, daar gaat hij. Hup. Kijk eens. Doe het nog een keer in tweeën? Hij is wel heel groot. Ja, want, ja, dit is voor Gert en dit is voor Jan. Ja, en Jan deelt hem weer met Carla. Dat ja. Komt helemaal goed. Als we nou de druif aan Jan geven. Wat is er aan de hand? Dames en heren, hiermee gaan we de taart opeten. Ik wens u heel veel plezier. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd met uw 25-jarige leeftijd, 25-jarige viering van uw kind. Gefeliciteerd allemaal. Kom, hier staat een trots iemand met al die medewerkers hier van een fantastische omroep en een geweldige hobby. Fijn dat u er allemaal bent. Maar wellicht heeft u de Johnny Krijkamp Musical Awards nog even gezien. En wij hebben hier in Rijswijk goud in handen. Wij hebben de toekomst. Want wat hebben we hier? Een geweldige kanja staan als we het hebben over het Rijswijks Jeugdtheater. Lachen op stroedels, klokken die luiden en snitsel met doedels. Gras dat bedekt is met druppelschandaal, dat is nou iets waar ik zeer veel van hou. Zomers een lied dat ik zing in de weide, 's winters een slee om mee sleetje te rijden. Lente na maanden van winterse kou, dat is nou iets waar. Ik aan daar niet zo zien.
ja, wie kent hem niet? Steek je vinger op als je niet weet wat de Sound of Music is. Iedereen is ermee opgegroeid. Doe toch maar, waarom de Sound of Music? Ja, waarom niet eigenlijk? Ik bedoel, het is zo'n klassiek en we willen graag de hele zaal natuurlijk meedenken en meezingen. En dat gaat natuurlijk gebeuren op 12, 13 en 20 november in de Rijzegster Schouwburg. Ja, 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 absoluut. Vergeef me, maar wat oudere kinderen en een klein... Ik kan het niet laten om ze heel even te interviewen. Even je naam gauw. Mees. Mees. Noah. Katie. Lena. Marike. Maria. Nicole. En nou met z'n allen de Sound of Music zeggen? De Sound of Music! Waar we moeten beginnen, dat lijkt me een goede start. Leren lezen begint met... A, B, C! Leren zingen begint met Do en Re. Do en Re. Do en Re. Van Do en Re naar nummertje 3. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Oh, wacht. Ik maak het wat eenvoudiger. Do, daar start en stop je mee. Re, een hartje in het veld. Mi. Zijn noedels in het Chinees. Va, je vader is een held. Sol, de Spaanse zong aan zee. La, dan zing je soms maar zo. Ti, het Engels woord voor thee. En meteen terug naar Do, oh, oh, oh. Do, daar start en stop je mee. Hey, een hartje in het veld. Stop je mee, re, een hertje
geweldig om dit te zien. En over 25 jaar, nou dan zit u niet meer bij Carlo Nirene, denk ik, voor die award. Want dat zijn dan ook oude mensen onderhand. Staan ze in het Circus Theater? Dan staan ze in het Circus Theater. Dan staan ze, nee, eerst de Rijksrechtse Schouwburg. Een beetje chauvinistisch. Maar ik vind het geweldig, ze glunderen. En dit is toch de toekomst. En zo ziet onze omroep er waarschijnlijk ook uit. Persoonlijk vind ik wat er in Rijswijk gebeurt ook uniek. Het is in zekere zin is het dorps. Heel veel bedrijven kennen elkaar. Met de BBR komen we één keer per maand komen bij elkaar. En dan hebben we een enorme opkomst. We hebben 300 leden. En van die 300 leden zijn er stevast zo tussen de 100 en de 120. En dat is vergeleken met andere bedrijven en verenigingen is dat een fantastische opkomst. En die leden die ontmoeten elkaar, leren elkaar kennen. En binnen Rijswijk ontstaan er dan ook heel veel contacten tussen die bedrijven. Ja, niet dat we elkaar de bal kunnen spelen, maar als je van elkaar weet wat er binnen Rijswijk is, dan doe je ook sneller zaken met elkaar. Tot slot, want we zijn een verjaardagsfeestje aan het vieren. Ik denk dat een lokale omroep een hele belangrijke functie kan hebben voor de BBR. En andersom. Ja, dat doen we nog te weinig, denk ik. Nou, ik lees dat Omroep Rijswijk er vooral is voor de burgers van Rijswijk. Ik denk dat Omroep Rijswijk, dat doen ze ook al, dat die ook voor bedrijven belangrijk zijn. Dat bedrijven zich via de Omroep Rijswijk ook kunnen presenteren. Ja, nou, dat is een mooi slot. U krijgt een applaus op dit moment van ons. Een heel veel succes. Ik zou zeggen, ik ben de directeur, dus u kijkt ook naar de toekomst. Ik vraag me af, hoe ziet u? Want ja, er verandert natuurlijk nogal wat in de wereld ook. Het gaat niet alleen meer om boeken, daar zijn we het ook over eens, hè? Want er komt veel meer bij kijken bij een bibliotheek. Ziet u er nog eens van komen dat er nog een gemeente bij komt, of ga ik dan wat ver? Nou, ik denk dat dit eerst maar eens even op zijn plekje moet vallen. Overigens, ik denk dat alles nog steeds wel begint met lezen, hoor. Ik denk, je kunt van alles willen, maar als je niet kunt lezen, dan kun je ook niet internetten, kun je ook geen e-books lezen of noem maar op. Dus wat dat betreft willen wij ook nog steeds voor alle scholen, zowel in Leidschendam, Voorburg als in Rijswijk, toch een uitgebreid programma hebben waar toch vooral leesbevordering, plezier in lezen en taalachterstanden zien te voorkomen, voorop staan. Ik denk dat dat ook nog steeds een van de belangrijkste pijlers is. U bent erg enthousiast, u zei al voor het gesprek van hartstikke goed gevoel over, dat is belangrijk denk ik. Heel veel succes. Ja, en ik heb helemaal nog niet de omroep verder hier gefeliciteerd. Ik denk ook dat van harte gelukwensen met zich mee moet brengen. Ik denk van de afgelopen jaren wat we samen hebben gedaan en dat we toch met regelmatig bijdrage hebben mogen leveren. Dat we dat met veel plezier gedaan hebben en dat het niet verloren gaat. Ja. Nou, de wezen is dat die samenwerking tussen de bibliotheek en Rijswijk heel goed is. Dank u wel. Graag gedaan. En iemand naast mij die heeft denk ik in de maand augustus, met name september, heel weinig haar bed gezien. Dan doelen we natuurlijk op herfsttop. En daarnaast doelen we op het feit dat Caroline natuurlijk het gezicht is van Rijswijk heel veel jaren al om heel veel politici aan de tand te voelen. Toch Caroline? Ja, dat klopt René. Ja, hoeveel politici heb jij denk je onderhand geïnterviewd in Rijswijk? Ik heb geen idee. Ik ben bij de omroep begonnen in 1992. En ik heb vanaf volgens mij 2000, het jaar 2000, heb ik wekelijks programma Rijswijk Politiek gedaan. Met daarnaast de raadsvergaderingen die ik verslagen. En daar had ik een wekelijkse rubriek in en dat heette Rijswijks Profiel. En dat was elke keer een andere politicus uit de raad. Die dus zeg maar aan de tand gevoerd werd in een interview van 10, 12 minuten. En daar heb ik denk ik een 80 of 90 van bereikt. Totaal. Ja, we zijn erin. Ik zou zeggen, iedereen hartelijk welkom. Mijn naam is Bob van Uwet. Ja, nou wie kent Bob van Uwet niet? Bob van Uwet is
En ik ben de enige bijna die zijn leeftijd mag noemen. 86 jaar is het begonnen. Nee. Jawel. 81. Sorry, 87. De nog oud werkende discjockey van Nederland. Dat is echt wel waar. Nou zit je het voor me. Zit je gewoon echt te maaien, ja, nou, man. Ik wou even dat zeggen, jij bent bij SBS geweest. Jij bent beroemder dan ik ooit. Is dat zo? Ergens op straat. En jij wordt herkend. Mag ik een applaus voor Nederlands oudste DJ. Speciaal voor jou, omdat jij één oudjaarsavond hebt gemist in 1937, doen we het nog een keertje vanavond, oudjaarsavond. Maar we doen er twee, hè? Om 12 uur gaan we met elkaar proosten op dit prachtige jubileum van deze mooie omroep. En er zijn oliebollen, heb ik gezien, hè? Ja, oliebollen, heeft u er al één genomen, hè? Ja, dat zijn er zat, hoor. Zijn ze nog verleden jaar? Zijn ze nog verleden jaar? Nee, ze zijn... Oliebollen! Nee, het zijn nieuwe oliebollen, Rob. Heb jij dat voor jou? Ja, nou nee hoor, nee. Wat gaan we doen in dit uur? 25 rozen voor jou, hè, heet het. En 24 rozen was Toon Hermans, 25 rozen natuurlijk voor Omroep Rijswijk vanavond. Maar we hebben al binnen, zag u wel een beer van een vent? Ik dacht dat hij heel klein was. Nee. Jacques Bral. Jacques Bral is heel groot. Heel groot. 2,10 meter. En ik moet zeggen, hij gaat gratis optreden. Zo. Gratis? Gratis voor Omroep Rijswijk. Maar we moeten wel even melden dat 28 december... in de Rijswijkse Schouwburg ga je de oudejaarsconferentie. Ja, waarop? Kijk goed. Ja, want jij moet hem interviewen. Moet je wel opletten, joh. 28 december. De tweede show is nog niet uitverkocht, 9:30. Ja, Bart? Nou, ik heb nog wat verkocht, hoor. Als ik jou hier kijk. Ja. We gaan er natuurlijk straks wat van hem horen. Maar we gaan naar nummertje 9 in de lijst. Die kent Cote B nog. Ah, ja, natuurlijk. Ja. En wat is die mooi? Dat geldt voor ons allemaal. Zoek jezelf. Gaan wij doen, hè? Ja, zoek jezelf. Bob, goedenavond allemaal. Dag. Ja. Hey. En dan ben je leven in deze tent hier zo. Ja. En alle luisteraars thuis natuurlijk, want er zit natuurlijk massaal zit men natuurlijk nu bij de praat. Ja, allemaal bijna. Om toch te vieren dat de Omroep Rijswijk 125 jaar meer bestaat. Wat een lange tijd. En sommige mensen, zoals Bob, zijn er al vanaf het begin. Bob, jij bent er toch van het begin af aan bij, of niet? Ja. Nou ja, dat kunnen we wel zeggen. Ze hebben mij verteld dat jij de eerste was die de stekker erin stak. ja, ik was het ook. Nee, maar er staat hier iemand de voorzitter, de oude voorzitter, die staat daar. Ja. Dat was de eerste. Waar staat die? Opgezet bedoel je? Of is het bij de voorzitter? Dag, meneer de voorzitter, kijk eens. Helemaal geen voorzitter. Nee, de baas, geen voorzitter. De baas, hij was er toen. Het is anarchie hier bij Omroep Directeur. Ja, directeur. Ja, goedenavond allemaal en fijn dat ik hier even mag zijn. En dat het mij natuurlijk een grote eer is om vandaag dit lustrum, want zo heet het dan, een beetje luister bij te zetten door mijn mag ook een gewaardeerde aanwezigheid. En zoals het dan gaat op zo'n avond, dan vraag ik altijd van, joh, wat is dat dan precies en wat gebeurt er dan? En dan krijg je een lijstje opgestuurd met vendiver, met feitjes. En dat vond ik erg leuk om daar misschien even te reageren. Dus ik heb nu een lijst met 48 pagina's. Alleen maar feiten over dit prachtige station. En ik moet zeggen, ik vind een van de leukste feitjes die ik hier lees is dat het radiostation is met de meeste kale DJ's van Nederland. Vond je daar gesproken? Ja, tegen scheiding, hè? Laten we wel wezen. Nee, kijk, hoe heet jij? Johan. Johan. Hey, allemaal thuis natuurlijk Johan, de technicus. Misschien kan je de beeld worden genoemd. Daar zie je Johan wel toen het nog aan had. En Johan, hij heeft wel haar, maar daar zit hij op. En voor de rest heeft hij geen sorry Johan, dat weet ik niet. Sorry Bob, ook niet echt heel veel... Maar ja, god, op leeftijd. Kijk, Johan is een kerel weer Bob. Ik kan het hebben. Ja. Ik moet je zeggen, ik ben dus nog niet kaal, maar het lijkt me wel moeilijk kaal zijn. Want je weet nooit precies wanneer je gezicht ophoudt. Dan gaan we door, hè. Lijkt me heel lastig. Trouwens, als je thuis denkt van ja, ik word ook kaal, heb je nog een tip of zo, dan kan ik je vertellen. Als je kaal wordt, en dat zijn vaak de mannen natuurlijk, dan zal ik je vertellen, koop geen pruik. We zitten in een recessie, het zijn dure tijden. Koop geen pruik, maar knip gewoon wat schaamhaar af. En plak het aan de binnenzijde van uw hand. En elke keer als je dan over je hoofd aait, dan voelt het alsof het verhaal is. Misschien een gratis tip gewoon voor de mensen thuis. Die nog niet zijn uitgezaagd. Nou ja, de oudste medewerker van heel Nederland is Bob natuurlijk.
die al zo lang hierbij zit en een fantastisch programma ook nog steeds maakt voor de ouderen. Ik zie hier staan dat er ook ooit een programma is geschreven met Indo Rock. Ja. Met een eigen huisband zelfs. Ja. Ja. Welke band was dat, als ik aan mag? Indo Rock zat er. Wie is er? De Eastern Eagles. Nee, dat moet je bij mij zijn. Dat moet bij mij zijn. We krijgen nou een goed discussie. Maar dan ben je 110, weet je. Dus u zegt dat meneer... Ja. Nee, dat was een houseband, maar die bestaat niet meer. De Indo Rock, tenminste de band. Nee, nee, Sjaak, dat heb je verkeerd. Komt even zelf bij zijn. Hartstikke leuk. Ja, maar je bent zo lang, joh. Nou, dan ga ik dan aan staan. Ga jij hier staan? Ja, ik krijg eigenlijk een microfoon van jou. Ja, Sjaak. Hallo, ja. Jongen, ik ben Ben. Aangenaam. Leuk dat we ontmoeten, eindelijk een keer. Kijk, Sjaak, je hebt gelijk. Ja, want de Inner Rock natuurlijk, we hebben de Rock Around the Sixties op iedere zondag. Ja. Ja. En mag ik even... Ogenblikje. Rock Around the Sixties. Rock Around the Sixties. En is dat de leeftijd van de mensen of is dat... Nou, dat klopt. We zijn allemaal over de 60, over de 65, over de 70 naar de 80. En dat wordt nog steeds, dat programma loopt nog steeds in de hoogte. Iedere zondag doen we, even kijken, Johan, 15 jaar bijna. Of ja, maar jongens, 15 jaar. En hoe ziet dat eruit, een Indo Rock? Nou, we hebben geen broek aan, maar wel een rock. Oké, ja. Satéprikketjes eronder, ja. Ik zie ook staan het programma Time for Kids. Ja. Dat is ook een zeer goed beluisterd programma voor kinderen van de basisscholen. Helaas zijn de programmamakers zo'n 50 keer ouder dan de kinderen zelf. Ja. Maar het schijnt toch een zeer belangrijk programma te zijn. Dat vind ik toch leuk om even te merken. Terwijl die hier zo. Het gebouw hier, mag ik ook wel stellen, is stamt uit 1986. Valt inmiddels ook onder monumentenzorg. Toen de tijd was het een heel modern gebouw, maar helaas, ja, nu is het toch niet meer. Kan daar niet, ik kijk even naar dit, kan daar niet een keer eens gedaan worden aan de... Ja, nou dan komt hij er uitziet, want dit is... mooi hoor, maar het is leuk. Er zit wel sfeer in het gebouw, maar dat was ook alles. Ja, Sjaak, ik wil je niet teleurstellen, maar het gebouw is nog veel ouder dan 1986. Ja. In 1986 kwam de omroep hier. Het is eigenlijk, ja, ik durf het niet te zeggen, want tegenwoordig met al het gedoe op kinderdagverblijven. Joep. Het was een kleuterschool. Het was een kleuterschool? Ja. Nou, dat kun je daar nou niet van zeggen. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd toch aardig hoog is. Ja, dat kunnen we allemaal wel doen. Oh ja, je is een oude kleuterschool. Oh, dat leuk. Ja, dat past wel een beetje. Maar degene die er langs zit, die zit er al vanaf het moment dat hij op de kleuterschool zat, dat is Gert van Dam. Ja, die zit hier al 45 jaar, geloof ik. Ja. Gert, daar zit Gert ook. Kijk, ja, daar is hij. Daar al met de camera. Nou, Gert, fantastisch dat je er nog steeds zit. Ik hoop dat je er zo mag blijven. Veel positief denkende mensen hier bij de omroep, heb ik begrepen. Maar ook een slag zeurende die kritiek zoeken. En zoeken. En als ze niks aan de vinden, blijven ze toch zoeken. Ja, dan moet ik vanaf, hè? De klagende mensen zijn helemaal niet. Wij klagen het is Hollands, hè? Het is Hollands. Het is typisch Hollands om te klagen, want we zeiken alleen maar over weer. Altijd maar zeiken. Maar laten we nou eens een keertje positief blijven. Valt genoeg over te zeiken over Nederland, maar vanavond niet natuurlijk. Nee, vanavond zijn en zeker niet over de Omroep Rijswijk. Vind je wel? Ja, dat vind ik wel. Hey, en nou is er een heel speciaal programma vanavond met oliebollen. Ja, maar nee, je bent ziek geweest. Oh, je gaat nieuwe jaar in. Ja, we hebben twee oudejaarsavonden. Oh, wat leuk. En jullie presenteren nu programma 25? 25 rozen. Rozen. Voor jou. Geen oliebollen. Dat komt nog 28 december, hè? Ja, ja, dat komt. Hé, maar je bent gefeliciteerd, maar ik hoop natuurlijk dat jullie de volgende 25 ook allemaal overleven. En dat zou toch hartstikke mooi zijn dat ik je dan over 25 jaar zo weer sta. En wij allemaal. Ja. Wel met de knuffeltechnicus? Ja, dan zou maar niet met een later beschouwer moeten vinden. Nou, dat moet ook kunnen. Ja, ja, dat is heel modern. Maar goed, ik vind het heel mooi. Ik vind ook, je bent er gefeliciteerd met zo'n omroep. Ik zeg altijd, waar kleine mensen op kleine plaatsen kleine dingen doen, daar verander je de wereld. Dus ik ben er zeker van overtuigd dat het ook hier gebeurt. In Rijswijk, mede dankzij jullie. Ik zou bijna willen zeggen, applaus voor jou. Applaus! Ja. Deze radioshow, goedenavond. Wij zijn bezig met het vieren van het 25-jarig jubileum van de Omroep Rijswijk Radio en Televisie. Televisie. Ja, ook televisie. Kijk maar, de cameraman staat hier ook. Dus zijn webcam erop. Dat is de mens. Hij is goed, hij is lekker. Luisteraars, wij zijn in blije verwachting van het jubileum.
Ja. Om 12 uur exact. Nog een uurtje, u moet allemaal blijven, hè? De deur gaat ook op slot nu hiervoor bij de omroep. U kunt niet meer weg, helaas. We hebben allemaal gebeld, u hebt allemaal kunnen stemmen. U zult tot 12 uur moeten blijven. En ik heb we hebben een champagne. Die is de duurste van het hele, van dit hele bedrijf. En dames en heren, dan is nu het moment aangebroken waar u allemaal heeft opgewacht. U heeft het glas allemaal uitgereikt gekregen. En u mag zo meteen met ons af gaan tellen. U hoort de klok. En we tellen af van 10 naar 1. En dan is het gebeurd. Dan bestaat deze omroep 25 jaar. En daar zijn we enorm trots op gekregen. Ja. We gaan bijna vele vrijwilligers waren actief bij deze omroep. En nu gaan we met elkaar het glas heffen. 5 en 6. Proost, kerel. Ja. Belangrijk. Hey! Bedankt voor wat je gedaan hebt, hè? Jouw schuld allemaal. Jouw schuld, hè? Jouw schuld allemaal. Doe maar aan, Jan. Informatie en muziek, Kruiswijk Radio.